Stars is echt mijn favoriete liedje. Nou jongens, de ijsbaden zijn gevuld. Oh mijn god. Okay, laat me even. Ik ga nog een tattoo laten zetten. Deze, de vissen. Want mijn sterrenbeeld is vissen. You just give me a... Goedemorgen allemaal, het is... Welke dag is het? Maandag, wow. Gaat het even niet? Het is het begin van de week, maandagochtend. Ik ben onderweg naar mijn huis in Amsterdam. Heel leuk weekend in Nieuwkoop gehad hoor, maar we moeten weer werken. We moeten nog 2 weekjes werken en dan ben ik gewoon weg. Zo bizar. Echt zo fucking bizar. Maar had ook wel weer heel veel zin om gewoon lekker voor mezelf aan de slag te gaan. Dus ja. Nou, ik heb inmiddels een ochtendje gewerkt. Ik ga nu sporten met Coco. Daarna gaan we naar Renaissance. Gaan we een ijsbad doen. En lekker de sauna. En daarna ga ik lekker mijn nageltjes doen. Dus helemaal een lekker self-care. Middagje, helemaal zin in. Nou, we hebben net lekker gesport. Ja. Ik ging meedoen met de leg day van Coco. Ik vond het eigenlijk heel goed gaan. Oh, nou. Eigenlijk heb ik helemaal niet horen zeuren. Nee. Nee, het ging echt goed. Maar ik hou van sporten. Ja, daarom. Nee, ik ben helemaal trots. Nou, ik vind het helemaal leuk. En we gaan nu naar Renaissance. Dan gaan we dus in een sauna lekker en in een ijsbad. Nou, helemaal zin in. Helemaal zin in, Maida. Nou, we gaan lekker... In de sauna eerst. Heerlijk. Nou jongens, de ijsbaden zijn gevuld. Oh mijn god. Laat me even. Nee. Dit is echt next level. Ja, maar we gaan het gewoon flikken. We gaan het gewoon doen. Maar god jongens, we zijn er gewoon net uit. We hebben het gewoon 3 minuten gedaan. High five. Ik vond het ons echt lager op een gegeven moment en op een gegeven moment wilden we er gewoon niet meer uit. Maar het ging zo snel. Ja. Dit was echt geen zo snel. Maar je moet even straks het verschil tussen je armen en je hand. Ja. Omdat je hand eruit hebt gelaten. Het is gewoon helemaal knalrood. Het is echt knalrood. Maar dit gevoel. Ook, dit is zo leuk. Ik vind het gewoon leuk. Oh, maar ik wilde het dus filmen, maar ik ben het vergeten. Maar... Ja, wel. Oh, mijn camera. Ja, die van mij ook. Hier. Ik ga... We have proof. Niet dat we dit. Ja, we hebben inderdaad proof. Kijk. Oh, daar zitten we wacht. Van. Kijk, hier ging ik erin. Ja. Oh, wel heel nice dat je al het ijs ziet. Ja. Heel leuk. Bij mij zie je alleen maar hoofdje. Ja, maar dit alleen is een... maar praten met jou. Ja. La la la. Dit is zo top. Dit is dus in Renaissance. In de Zuidas zit het. Maar gewoon... Ik ben zo rood en zo koud. Maar het is echt zo goed. Ja, het is echt dit gevoel. Dat is echt bizar. Nee, maar het voelt gewoon echt... Oh, nee, dit is echt zo aan te raden. Ik zou nu gewoon... Het voelt echt als nu is wel maand op. Ja, nu. Ja, precies. Let's go. Zoveel energie. Ja. Ik ga dit echt... Ja, we zijn echt twee kleuters. Ja. Iedereen denkt echt... Wij lopen ook alleen maar te schreeuwen. Wij komen ook zo binnen. Iedereen komt hier voor zijn rust. Wij komen. Wij zijn helemaal stil. Jongens, dit moet je echt doen. En weet je wat ook gewoon het fijne is aan hier? Het is zo'n fijne atmosfeer, dus je gaat dat ijsbad uit. Je hebt gewoon lekker je handdoekje bij de hand. Je kan gewoon lekker douchen hier. Het is niet dat je ergens aan een natuurwater maar staat. Dat is het hoofd net over. Ja. Dan sta je erbij bij het natuurwater. En dan zit je daar zo in de modder, in de viezigheid, met de beest. En nou, nee. En hier kan je... Nee. Maar hier kan je gewoon lekker straks toezien. Ja. Je hebt hier gewoon ook allemaal body lotion en dat soort shit. Je hebt toch zo'n Dyson. Ja, letterlijk. So, En het op zich valt wel mee, hè? Het is 25 euro. Ja. En dan krijg je dat allemaal ervoor terug. Ik vind dat echt heel erg te doen. Het is echt een leuke activiteit. Ja. Een leuke date. Ja, leuke date. Ook inderdaad. Nou guys, ik heb lekker mijn eten gemaakt. Ik heb lekker broccoli, bloemkool uit de oven en lekker kipnuggets gemaakt. Het Maggie recept is dit.
En zo weer Maggie. Ik heb zo'n leuke middag gehad met Coco. Coco is zo'n leuke, positieve, leuke, gezellige meid. Echt, echt. I love her. Het was zo leuk. Dat ijsbad is ook gewoon next level. Ik voel me zo goed en zo energiek en zo gewoon alsof ik de wereld aan kan. Ik vind het echt een mega, mega fijn gevoel. En ik ga dit echt elke week doen. Coco daar ook helemaal van. Dat gaan we echt vaker doen. We moeten gewoon elke week gaan. Fucking goed voor je. Oeh, ik heb iets te veel chilipeper. Of chilivlokken op die koffie gaan. Het is heel pittig. Maar goed, ik ben helemaal weer positief opgeladen. En ready for the week. Ik heb even heerlijk warm gedoucht. Want ik had het toch nog een beetje koud. Na dat ijsbad of zo. Ik weet niet. Ik had het toch nog een beetje koud. Maar ik ga even lekker een maskertje opdoen. Zo. Is van een Korean skincare merk. Masker. Ik heb het gekregen in ieder geval van Michael. Michael is een heel lief schat. Een steward die altijd aan het reizen is. En die had het meegenomen naar kantoor voor ons. Zo cute. Ik hou niet van maskers dat je echt zo moet opsmeren. Ik hou echt van maskers. Dat je dus zo op je gezicht legt. En dan zo er weer aftrekt. Dus een sheet mask. Wat lul ik. Gewoon een sheet mask. Oh, kijk. Hij zit zo. Oh, even lekker. Lekker maskertje met de meiden. Je ziet er altijd uit alsof je een of ander spook bent. Maar het voelt zo goed. En daarna gaat je huid altijd helemaal lekker glowen. Dit is niet normaal. Het zit. Het zit hoor, meiden. Dit laten we dan nu eventjes. Hoe lang? 20 minuten intrek of zo. Nou, ik kan niet lezen. Oh, en ik heb trouwens mijn nagels gedaan. Kijk, gewoon weer even clean. Nude. Goedemorgen allemaal. Ik heb me net even opgemaakt. Mijn haar zit alleen nog niet. Maar ik weet nooit zo goed hoe ik het in model moet krijgen. Heeft iemand daar tips over? Want mijn haar blijft krullen, niet snel zitten en feunen en zo. Maar nu is het echt zo'n, ja, een beetje futloze, steile bedoeling. Ik weet ook niet helemaal wat ik daarvan vind. Maar goed, we doen het er maar even mee. Dit is de fit. Ik heb deze leuke trui aan, bolle trui met een blouse eronder en die scheidse pantalon. En ik doe dit tasje erbij. Ik ga namelijk, ik zeg helemaal niet wat ik doe. Ik ga namelijk gezellig lunchen met mijn moeder en mijn oppasmoeder, tante. Het is niet mijn tante, maar ik noem haar wel mijn tante. Het voelt als familie. Maar ze heeft vroeger heel veel op mij opgepast en ik heb altijd nog contact met haar. Het is echt de liefste vrouw uit mijn leven. Dus daar gaan we gezellig mee lunchen. En vanmiddag gaan mijn moeder en ik nu wel eigenlijk de tattoo laten bijwerken. Want we zouden dat eigenlijk vorige week doen. Of de week daarvoor. Maar dat was toen ja, een beetje in de soep gelopen. Nee, ik denk dat 2 weken geleden zelfs was. Door miscommunicatie. Maar nu gaan we het wel echt doen. Dus ja, helemaal gezellig dagje met mijn moeder weer. Nou jongens, ik ben nu bij Amy. En ik ga nog een tattoo laten zetten. Deze, de vissen. Want mijn sterrenbeeld is vissen. Hoe exciting. Want doe mis waar die komt. Kijk hoe leuk. Dit wordt echt helemaal de shit. Woe, exciting. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdagochtend. Ik heb gisteren helemaal niet meer gefilmd dat we die tattoo gingen zetten. Maar oh my god. Look at this. Toch niet normaal. Ik vind het echt niet. Er zit nu nog een soort velletje op, maar het is echt niet normaal. En ik heb natuurlijk ook, die tattoo ga je nu niet zien, maar die heb ik wel laten zien. Hier, blessed. Nou, in ieder geval, ik heb hem even snel klaargemaakt. Kan dit, die ux? Dat kan eigenlijk echt niet, maar weet je, het boeit me. Het boeit me niet. Maar ik ga vanmiddag sporten, dus ik heb hieronder een lekker sportoutfit. Dus ik ga nu snel een ochtendje werken op kantoor en dan... Nou, het is inmiddels middag. Ik ben nu even bij de stad een koffietje drinken.
even mijn pre-workout. Want ik ga zo meteen sporten bij Holy Shred. Alleen ik heb nu dus met Maggie afgesproken. Alleen ik denk dat zij denkt dat ik nog thuis ben. Omdat ik mijn telefoon thuis heb laten liggen. En daar is sowieso mijn vriend op. Dus zij is sowieso gaan checken van waar is zij? Waarom is zij nog thuis? Nu zijn we even telefoonloos, want ik ben dus naar de App Store geweest, maar mijn telefoon liep altijd vast. En ze is nu helemaal gereset en zo. Ik moest die laden op de wifi en ik dacht, als ik hem nu weer ga meenemen, dan, ja, dan gaat weer niks laden. Hè. Het is nu 3:10 en om, hoe laat had ik Holy Shred? Ja, om 3:30. Dus ik hoop dat ze nog hierin komt. Ik zit hier 20 minuten in mijn eentje te wachten. Dus ja, misschien is het wel gewoon later. We gaan het zien. Ik ben met Baxter. Hey. Dat is even een koffie doen. Ik ga lekker Holy Shred doen. Ja, ik heb zin in. Ja, ik ook. Nodig. Maar heel erg nodig. Nou guys, ik heb lekker gesport bij Saints. En echt zo'n fucking goede workout gehad. Echt insane. Ik had gewoon in 50 minuten 600 calorieën verbrand. Like, oh ja, ik had jullie nooit meer deze tattoo update gegeven. Kijk, er staat dus blessed. En hij heeft een touch-up gehad. En deze had ik natuurlijk al laten zien. Kijk, dit zijn twee vissen zo. Echt zo van blij mee. Ik heb hem lekker gedoucht. Ik heb ook lekker gekookt voor Stan. Ik had weer kip met broccoli gemaakt. Gewoon letterlijk hetzelfde als wat ik maandag had. Maar ja, ik had er gewoon zoveel zin in. En het is gewoon een chille post-workout meal. Gewoon even lekker een beetje proteins en veggies en geen carbs. Het enige carb gedeelte wat er is de paneermeel om de kip. Dus dan is dat weer een soort chill. En ik had voor Stan dan wel aardappel erbij. Jezus, het licht is zo fucking fel. Ik ga even mijn skincare doen. Echt, mijn favoriete skincare product ga ik even laten zien. Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Of, lately ook de Laneige Lip Balm. Ik heb dus de vanille en ik wil de Swirl. Bij Look Fantastic hebben ze dus de Swirl. Die wil ik zo graag. Maar mijn Laneige. Dan een heel fijn serum. Die Triple van Lancôme. Hij is bijna op. Het is echt heel sad. Maar die is echt heel erg mijn favoriet. Shit, nu ben ik mijn toner vergeten. Ja, die ga ik er gewoon overheen doen hoor. Van Shiseido. Gewoon even erin mengen. Who cares? Who cares about that? Ik wil gewoon even een glowy skin. Dan doe ik een beetje retinol op. Voor de rimpeltjes. Een paar druppeltjes van The Ordinary. Heerly de peerly. Ik ben alleen mijn wenkbrauwkorstje kwijt. Vind ik echt mateloos vervelend. Dan deze maar. Dan, ja. Ik voel dat ik nog meer serumpjes op wil. Ik ga een beetje castorolie van Geurwokje op mijn oog, op mijn wimpers smeren. Want dat helpt voor de groei van je wimpers, castorolie. En wat ga ik nog meer even doen? Oh, ik heb hier van Elemis nog een overnight mask. Die ga ik eventjes opdoen. Ik ga gewoon alles op mijn kop pleuren. Ik pleur altijd echt van alles en nog wat op mijn kop. But I love it. En it works. Ik heb echt zelden problemen met mijn huid. Dat is echt heel fijn. En dan de Lancôme cream. Stan haat skincare. En ik hou. Ik kan echt niet mijn bed in zonder skincare. Doe jij nog wel eens skincare, Stan? Ja, in de douche wassen. In het, ja, in de douche gezicht wassen. Daar maar CeraVe op smeren. Doe je dat? Ja, ik heb soms zo'n blauwe grote tube. Ja, ik heb Stan CeraVe gegeven. CeraVe is ook heel chill merk. I didn't know you would use it. But. En dan deze. Nu ben je gewoon weer helemaal herboren. I love it. Dus, wat vind je van mijn tattoos? Ja, leuk. Mooie dingen. Hij is er niet van.
Maar he's supporting me. Hallo allemaal. Ik heb de hele dag hele saaie bankzaken gedaan. Allemaal bonnetjes, belastingdingen, echt. Dat moet gebeuren. Ik heb nu wel een hele fijne boekhouder die het vanaf nu gaat overnemen. Dus daar ben ik gewoon echt heel erg blij mee. Ik wil jullie iets heel leuks laten zien. Want nou, zoals jullie wel weten ben ik al onlangs meer dan een jaar trouw fan van Lookfantastic. Lookfantastic is een beauty webshop met alle soorten beautymerken. Ze hebben parfums, shampoos, Olaplex, alles make-up soorten, skincare. En ik heb er even wat lekkere dingetjes ingeslagen en ik ga jullie laten zien wat ik heb. Ik heb een doorlopende kortingscode SARAVLF. Die is altijd te gebruiken. Dan krijg je altijd een maximale kortingen. En dat is per product verschillend. Dus op sommige krijg je heel veel kortingen. Dus eigenlijk als je iets van beauty in de beauty scene wil bestellen, doe het op Lookfantastic. Want hun prijzen op de markt zijn sowieso al een stuk goedkoper als bij vergelijkbare concurrenten. Dus ik ga even laten zien wat ik nu weer heb. Maar ze hebben echt alles. Ik heb ook echt letterlijk alles van hun. En I love it. Ja, ik ga het even laten zien. Het staat ook in de beschrijving natuurlijk. Eerst de Color Row Dream Coat. Oh, deze wil ik echt al zo fucking lang. Ik ga deze vanavond gebruiken. Ik ga namelijk sporten en daarna douchen. Dus dit is een spray. En dit, ja, schijnt dus helemaal, is helemaal een hype. Het schijnt helemaal goed te werken voor een mooie, mooie glans in je haar. Dan de absolute welbekende Lancôme Toner. Hier ben ik echt zo benieuwd naar. Gewoon echt oprecht. Ik zie het al voorbij komen. En het ziet er zo satisfying uit. Ik ga het een beetje... Oeh, het is echt een beetje best dikker nog. Ik heb een toner die is veel wateriger. Oh, het ruikt ook lekker. Oh, hier ben ik echt helemaal excited naar. Nou, dit ga ik echt in mijn skincare routine toe. Dan is een favoriet product. Dus heb ik denk wel 4 keer opgemaakt. Het is een body milk met een beetje zelftan erin. Dus het is ja een everyday tanning milk. Dus het is niet zo heftig dat je echt een zelfbruiner op doet. Maar het geeft gewoon net even. Dus moet ik altijd naar het douchen in op mijn benen. Wow, echt op mijn benen. En dan hou ik toch wel een beetje een lichtelijke tan op mijn benen. Dat vind ik echt een top product. Dan deze scrub. Deze heb ik ook al vaker opgemaakt. Dit is gewoon een lekker grote scrub. Niet te grof, maar ook weer niet te zacht. Het is gewoon een lekker grote pot. En je doet er nog mee. Ik hou ervan. Het ruikt lekker fris. Beetje citrus. Sinaasappel. Dus ja, deze staat eigenlijk altijd in mijn douche. Ik heb eigenlijk heel veel dingen opnieuw besteld. En wat echt mijn favoriete rietjes zijn. Dan dus de Bobbi Brown Primer. Dit is echt een primer. Nou, dit is de allerbeste primer die ik ooit heb gehad in mijn leven. En ik gebruik deze dus als... onder als basis van mijn make-up. En het is eigenlijk een moisturizer en primer in één. Dus je make-up zit er gewoon heel mooi op. Want je hebt echt een goede, gezonde huid eronder. En die was bijna op. Dus heb ik ook weer het nieuwe potje van. Dus van Bobbi Brown. Echt, ja, een van mijn favoriete producten ever. Mijn andere favoriete product ever is... ja, deze kent ook iedereen wel. De Urban Decay All Night Spray. Hier blijft mijn make-up zo goed van zitten. En is ook bijna op. Dus ik dacht, die heb ik ook weer nodig. Je doet ook echt lang met zo'n flesje. Zit echt veel in. Je hebt ook niet mega veel nodig. Laat je make-up gewoon echt heel goed zitten. De mascara primer. Hier krijg ik zoveel vragen over. Van hoe heb jij zulke lange wimpers? Nou, het is echt door deze primer van Yves Saint Laurent. Dit is dus een primer wat je voor je mascara opdoet. En het is roze. Maar het wordt eigenlijk gewoon een soort doorzichtig. En dit doe ik dan op het uiteinde van mijn wimpers. Zodat ze net wat langer worden. En dan blijft ze dus ook omhoog staan. Want mijn wimpers vallen altijd naar beneden. Maar met dit krul ik eerst mijn wimpers. Doe ik die primer op. En dan blijft het gewoon echt super lang zitten. Dus top. En dan als laatst mijn favoriete geur van Sol de Janeiro. Dat is echt deze roze kleur. Deze ruikt zo lekker. En dan heb ik dus de Bum Bum Cream, de Body Wash en de mini spray. Ik vind deze formaat chiller als die groot, omdat je deze gewoon lekker in je tasje kan doen. Maar dit is de Black Amber Plum en Vanille Boots. Oh, deze geur is zo lekker, echt. Dan moet ik echt denken aan Bali, want ik had deze dus mee naar Bali. Ja, dit waren dus even mijn nieuwe aankoopjes. Helemaal blij mee. Check de link in de beschrijving. En ik ga zo meteen naar kantoor en gewoon sporten met het hele team. Bij de Booty Club, dus dat is wel leuk. En daarna ga ik vanavond lekker noedels eten en daarna gaan we uit. Dus helemaal leuke dag. Hops en Louis. Hi guys. It's unpacking time. Unboxing. Ja, ik heb 3 pakketten en ik weet allemaal wat het is. Ik hoop één ervan de... Sowieso. De X. Huh? Wat is dit? Het is een reselling. Ja, via Farfetch. Dat is €300, ja. Jezus. Godverdomme. Ik ga het schaar maken. Hier niet iets van de andere. Hier zit ik van de... Oké. Nou, dat zijn ze wel.
Ik heb die tas maar. Ik love your chestnut. Maar ik weet nog niet of het platform zijn. Oh wel, oh yes. Oh my god. Ja, ik hoop dat het mijn maat is. Welke maat heb ik gedaan? 1830, want dat... Kleiner. Oh, ik wou zeggen, anders koop ik het van je ook. Nee, maar... echt? Van de ja. Maar anders loopt het eruit. Alweer. Is dit alweer? Alweer? Nee, toch. Nee, die zijn te klein. Ja, die moet je groter wezen. Nee. Godverdomme. Nee. Het is gewoon de tweede keer dat ik kusjes stel en ze niet de goede maat zijn. Mag ik ze eens passen? Ja. Ja dan je moet je ook gewoon geen 300 euro aan. Nee, nee, ik vind dat ook echt belachelijk. Het is echt wel sorry voor wat je krijgt. Dat je twee paar normale uxen op de website kunnen kopen. Ja, maar maak even die andere pakketten open. Ja? Ja, sorry. Oh, wat is dit? Duckplum? Doe het alsjeblieft op je lippen voor de vlog. Oké. Okay. Die clear. Ja. Die clear. Ja, ik had die op mijn lippen gedaan en ik dacht dat ik dood ging. Oké, bij mij was het wel. Maar ik had ook een beetje op een gegeven moment al. Ja, dat moet je ook niet doen. Niet zoveel. Maar ik heb wel vaker van die injections. Ja, maar dit was echt deze. Dit is echt next level. Bij mij ging het de hele tijd goed totdat ik zo spicy op je lippen heb. Ja. Schember. Schember. Gembaar. Gembaar. Zo zei ze het wel echt, ja. Wow, ik ruik het helemaal. Oh ja, powered by spicy ginger. Nou. Wat ben ik wit, ik blend helemaal in met de muur hier. Dat zeg je altijd. Ja. Nou, dat spiegeltje ook wel. Ga ik gewoon weggeven aan vriendinnen en dan denk ze, oh leuk, een lipgloss. En dan... Ja, ik heb die nu. Welke had ik nou die? Ja, dat moet je. Nou, ik ga stuk om Thomas. Toen ik bij hem thuis was, zegt hij, ja, maar dit maar leuke lipglossjes hebben. Dus ik zeg, oh nee, volgens mij krijg ik deze al. Dat is dit. Ja, was ja, dit. Ja, ja, maar weet je wat ik dus nooit zou snappen aan PR-pakketten? Nou. Is dat ze dan 5 kleuren daarvan op moeten sturen. Terwijl je als influencer al zoveel shit hebt. Ja. Dat ja, snap ik dus nee, niet. Nee, ja, dat ook niet. Ja. Waarom je dan de hele collectie moet krijgen. Ja. Nee, ik kom er nog die shades, dat ze dan pas aan ja. Deze allemaal verschillende shades sturen om te kijken welke het beste bij je past. En dan denk ik, ja. Nou, het is maar goed dat deze niet past. Oh, what a jokey. Op het spiegeltje staat, it hurts so good. Oké. En dit is echt een surprise. Ja, ik vind het grappig. Ja, nou ja, het is heel PR. Surprise. You're bad boy. Ik weet niet wat dit is. Oh! Sol de Janeiro. Wat leuk. Oh, het is een hele grote doos. Nou, dit is oh my god, this is my favorite. Oh, bij Ola Babe. Oh, dat is heel schattig. Ik hou echt van handgeschreven kaartje inderdaad. Meet. Oh my god, dit is amazing. Alle bonbon crumbs. Crumbs? Crumbs. Nou, wat goed. Deze is eigenlijk mijn favoriet. Ja, die heb je net besteld. Deze heb ik. Is ook goed. Die paarse ken ik niet. Nee, die ken ik niet. Het is aan te trekken. Drench Body Repairs Moisture ja, Barrier. Wie zegt dat dan? TikTok. Kijk maar. Wie? Maar deze? Nee, dit is echt mijn all-time favorite. Ja, same. Maar zo'n ding is duur. Ja, stering duur. Dat is gewoon 60 euro. Klopt. Nee, ja, ze die scrub ook. Is ook best duur. Oh, waarom zo? Ik geloof het ook niet. Ik vind dat een mooie... Kijk, met mijn nagels. Hoe is dit opeens een hype geworden? Ja, dat vind ik ook heel raar. Ik vind het altijd zo gek hoe dan opeens... Opeens wordt dat een hype. Maar het is ook wel echt die lekkere aparte geuren. Oh, het ruikt wel echt fucking lekker, sorry. Lekker? Nou, jij mag deze hebben dan. Nou, nu lig ik zo. Ja, oh, hij ruikt echt... Maar ik heb deze nog nooit gezien in de winkel. Ik ook niet. Ik heb deze maar hij is wat, dikker. Cute. Kijk. Of het is gewoon echt frozen. Ik denk, ja, ik denk dat het echt heel bevroren. Vanmorgen was mijn zadel bevroren. Nou guys, om even te kletsen. Hoe gaat het met jullie? Weet je wat ik dus vannacht had? Ik probeer even mijn influencer carrière hier. Ja, maar dit is wel echt... Maar ik hou zo'n... Daar is de spider. Oh, daar is de spider al. Niet. Kijk. Dat is toch geen spin, man? Ah, prank kill. Hij loopt er wel heen, hè? Ja, kijk, het zit op mij. Het zit op mij. Zie je? Zie je? Hij gaat nu meteen naar mij. Het trekt gewoon ongediert aan. Het trekt gewoon ongediert aan. Ik ga het voor jullie testen. Ja. Nou, ik ben nu op kantoor. Nou, dat wist je al, want ik heb net gevlogd.
Ik heb even een lekker snackje tussendoor van Body & Fit. Dat ik echt, dit hebben we ook op kantoor gehad. En die vlogen er echt doorheen als... Nou, dat weet je wel. Maar dit zijn dus soort healthy chips. Maar het is gewoon zo'n lekker snackje tussendoor. Het is ook niet te veel. Mmm. Achtom. Jongens. Ik ben helemaal ready. Ik ben Maggie. Wij zijn echt lekker aan het zuipen en spelletjes aan het spelen. Maar de ziel is daar aan het slapen. Het is echt fucking zielig. Want wij zitten hier te zuipen. En we zijn heel stil aan het doen. Hier. Maggie. Het is my time. Maar iedereen, ik ben zo fucking ready for tonight. Echt niet normaal. En zeg echt heel lang, hè? Ja. Fucking lang. Maar oh, je ziet mij helemaal niet. Maar. Oh. Yeah. Die gaan niet. Nee. Oh. En op. En op. We gaan vandaag. Dit moet sowieso bij de edit. Ido, alsjeblieft. Maar we gaan vandaag naar de supper. Met iedereen. Volgens mij iedereen is er, hè? Ja. Vandaag. Isabel en Bo zijn er ook. Ben ik fucking benieuwd hoe is het. En eerste. Voor mij is het dit is mijn eerste night out met hun. Ja. Ja. Ik ben super benieuwd. En dan. Indy van Indy Lash is er ook. Zoe. Oh, Zoe? Zoe ja, Zoe. Ook. Ik ben benieuwd. En we gaan ook naar. We gaan naar. Superclub. Nee, daar heb je graag gezegd. Freaky. En vandaag is. Oh, New Wave. Helemaal vergeten. New Wave. Mensen uit Nederland kennen New Wave. Dat oh ja, is, ik ken het niet. Uit... Maar ik ken wel. Leo Klein en zo. Leo Klein en we don't like. Because he hits girls. Like Ronnie Flex ken ik zo wel. Irly. Stars is echt mijn favoriete liedje. Ja. Zo leuk. We gaan er. I'm gonna put it now. Yeah. I'm gonna put it now. Oh. I'll tell him put the Spanish. This camera doesn't like me today. Godverdomme. Oh. De make-up. Zou je gedaan, hè? Ik heb jouw make-up gedaan. Look at this. I'll be looking like somebody else. Nou, doei. Oké, dit is de cue to go out. Cut to the club. Hey, you're the day. Yeah, yeah, yeah. Oh. Airfall. Het is vrijdag. We zijn de day after. Ik moet gewoon naar mijn werk. Gewoon de baak. Maar I feel surprisingly good. Ik voel. Jij? Nee, ik voel me echt goed. Kijk, vannacht heb ik zeker even wat eruit gegooid. Maar dat is gewoon, dat is gewoon tactisch. Dat noem ik gewoon heel tactisch. Ik niet. Nee, jij niet. I'm surprised. Ja, ik was echt... Ik weet ook niet, wie heeft er verzonnen überhaupt om naar huis te gaan? Zei ik dat? Ja. Ja, zegt ze ja. Oké, nou ja, sorry, mijn schuld. Nee. Volgens mij, I apologize like a million times. Ja. Like Maggie, I'm sorry, I'm like, schat, is het helemaal prima? Wat een ding. Ik was ook een beetje klaar hoor. Ja, maar het was wel echt heel leuk trouwens. Ja, het was echt heel erg leuk. Maar ik ga dus nu naar werk. Nou, HDB. HDB. Nou, omdat we heel blij met je zijn. En we willen je weer even bedanken voor de Oké, goede inzet. Jij mag kijken. Oh my god. Als je het niet past, ben ik random wat gekozen. Maar je niet weet ook niet je maat of zo. Dus. Lululemon. Ja. Ah. Nee, maar ik wil even kijken welke maat.
Ja, maar je moet hem er wel aan laten zitten, anders kan ze niet ruiken. Ja, maar dan plak ze toch even een stickje op je prijs. Heel leuk. Ik vind jullie kleur leuk. Ja. Waar is mijn cadeau? Godverdomme. Dat hebben we. Nikki heeft haar stage gecomplete. Ja. Mission accomplished. Applausje voor Nikki. Dat was echt niet een half jaar. Was dat een half jaar? Ja, bijna maanden. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Haar beeld is echt scherp. Ja, maar iedereen is heel wit. Ja, iedereen is wel wit. Maar wel scherp hoor. Kijk dan hoe scherp Merel is. Nee, maar Merel is wel heel wit. Terwijl ze dat in real life echt niet zo. Nee, maar altijd ben je op deze camera wit. Wat wit? Zelfs jij bent wit. Gewoon. Oh my god. The fuck. Dan ben ik doorzichtig. Jij bent doorzichtig, ja. Dit is Floor, zieke gangster. Kijk. Wat een gangster, joh. Hey. En hier? Ja, deze zijn eng, deze dames. Hallo allemaal, ik zit inmiddels in de auto. Ik heb werk overleefd. Was me wel even een zware tocht. Ja, toch wel gewoon een beetje brak. Maar I did it. I was there. Ik ben nu onderweg naar Nieuwkoop, naar Stam. En ga ik daar gezellig eten. En ik heb weer even een lekker gezond snackje. Want ik heb vandaag zoveel gegeten. Ik heb als ik brak ben of geen honger of ik heb een oneindige honger. Dus ik heb 2 broodjes van de slager op met kaas, schilworst, een broodje bal, kuppensoep. Op het werk nog een tosti. Echt, het hield maar niet op. En ik heb er gewoon nog steeds honger. Maar ik heb even dag even gezond snackje. Dus ik heb weer lekker die chips van Body & Fit. En nu heb ik de barbecue smaak. Die is ook heel lekker. Dus die ga ik nu lekker in de auto opeten. En ja, naar Stam rijden. Hallo allemaal. Het is inmiddels. Misschien moet ik eigenlijk trouwens eerst even mijn outfit veranderen. Maar het is zaterdag. Het is al zaterdagmiddag. Ik ben hier vandaag wakker geworden. Ben lekker gesport. Een beetje gewerkt. Stan heeft van school gezeten. En we gaan zo meteen uit eten bij een Korean barbecue. Ik heb dat nog nooit gegeten. Ik heb fucking veel honger. Ik heb er echt tering veel zin in. Dus ik kan echt niet wachten. Ja, ik ga even snel een beetje opmaken en klaarmaken. Nothing too crazy. Maar ik ga eerst heel even mijn topje aandoen. Maar goed, we gaan dus naar een Korean barbecue. Ik heb dat dus zelf nog nooit op. Maar het lijkt me zo lekker als je het echt even op mijn TikTok. En ik ga met mijn broer, schoonzus, mijn neefje en met Stan gezellig uit eten. Ook met echt mijn wenkbrauwen even plakken. Want dit ziet er echt even niet uit. In ieder geval, ik weet niet eens meer waar ik was in mijn verhaal, maar. Even snel een make-upje doen. Nou, wij hebben net lekker gegeten. Dat was echt leuk, lekker. Nou, dat was echt heel leuk. Ga ik allemaal vleesjes en dingen. Ik moet omrijden, je kan hier niet heen. Oh. Ja, was heel leuk. En je hebt hier allerlei soorten dingen. Ja, je hebt hier ook hotpot zitten en zo. Hotpot. Wij gingen bij Babsang. Babsang, ja. Korean barbecue. Maar het is gewoon eigenlijk een soort gourmetten, maar dan op een Aziatische stijl. Het is eigenlijk gewoon platen grillen. Ja, gewoon platen grillen. Platen grill ding. Maar ze hadden ook allemaal lekker dumplings en sushi en nou, allemaal lekkere dingetjes. En ja, we gaan nu weer naar huis. Ik ben het helemaal vergeten te vloggen. Maar ik heb er wel een TikTok van gemaakt. Of course. Dus ja, check de TikTok als je meer. Kan niet. De Kenny. Maar trouwens, wij kwamen hier aan. Snel doorrijden. En er stond gewoon een rij om te parkeren. En. Ja, we stoppen. Ja, hij gaat hem hier neerzetten, Sar. Oh. Nou, er stond gewoon een hele ruimte parkeren. Er stond hier zo vol. Ik weet niet. Nou. Ja, hij gaat hem hier neerzetten. Ik weet niet wat de hype is. Nou, ik weet het wel, maar het was echt ziek druk. Doe maar bij het eindstand hebben we toch wel een plekje het weten te vinden. Goedemorgen, man. Het is vandaag zondag. Ik ga zo meteen een mukbang filmen met Annalina. Super gezellig. Een Korean. Dat heb ik gisteren op. Een McDonald's mukbang. Het is echt een weekend vol vreten. Echt, schiet mij even neer. Maar ja, het kan niet anders. Maar
is maar even zo. Laat het daar houden. Het is gewoon leuk. Nou, ik ga in ieder geval nu ophalen. En lekker McDonald's McBangen. En ja, die video komt soon online. Hallo allemaal. Het is inmiddels 16:45 alweer. We hadden gezellig de mukbang opgenomen. Dat was echt heel erg leuk. Dat was echt heel gezellig. Echt alsof we dat gewoon... We hadden het echt dus al meer dan een jaar niet gedaan. Maar het is net alsof we dit gewoon elke week deden. Dus we willen echt weer even vaker gezellig mukbangetjes doen. Dat was zo... Ja, dat was gewoon echt gezellig. Gewoon lekker op zondag. Lekker even naar de Mackie. Oh, ik word gebeld. Wacht even hoor. Nou, Stan die belt me dus net. Die rijdt voor me. Die zegt dat even mijn koplampen kapot is. Fucking kut. Maar we zijn nu dicht bij zijn opa en oma. Dus we rijden even langs opa en oma. Want zijn opa is dus automonteur. Maar echt heel apart. Maar goed. Mukbang was leuk. Maar dit is... minder leuk. Nou, er moest gewoon een nieuwe lampbol in. Soms is het eigenlijk veel makkelijker op te lossen dan je denkt. Maar dat had zijn opa gelukkig. Dus ik zou niet weten hoe dat zou moeten werken. Dus SO naar Stans opa. Dat is echt een cutie. Hij doet altijd alles voor mijn auto. I love him. Maar ja, we gaan dus nu wel naar Amsterdam. Kut, dan rijd ik wel goed. Ja. ja. Ik heb het heel koud. Ik ga jullie spreken. Doei. Nou guys, dit was dan alweer het einde van de weekvlog. Ik hoop dat je het een leuke week vonden. Vergeet zeker natuurlijk mij niet te supporten door op een duimpje omhoog te klikken. Op mijn kanaal te abonneren. En me natuurlijk te volgen op Instagram. En TikTok is allebei Sarah Verwoerd. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie jullie snel weer. Doei.